We gaan verder met datgene wat Jezus zegt in de zaligprediking. In Matthäus 5, de volgende versen 7, 8 en 9. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. We zullen de allerhoogste toestand van geluk hebben als wij barmhartigheid bewijzen. Laten wij een hart hebben vol van barmhartigheid, van mededogen, van begrip hebben voor onze naasten. Wees geduldig om naar ze te luisteren. En dan zult u zalig zijn. En het gevolg is, ook tot u zal barmhartigheid komen. U wilt barmhartigheid ontvangen, dan zal je moeten beginnen met barmhartigheid te geven. Zo is het ook met een rein hart, met een zuiver hart, met een puur hart. God houdt van eerlijkheid en puurheid en zuiverheid. En die reinen van hart, die krijgen de meest belangrijke belofte die er is. Zij zullen God zien. We zullen God zien als wij de weg van God willen gaan. En rein van hart willen zijn. Vraag u zelf af, hoe is het met mijn hart? Hoe is het met mijn hart? Een simpele vraag. Vroeger was er een heel, het is al een heel oud lied. What about my heart? Hoe is het met ons hart? Hoe is het met jouw hart? Maar je zult wel God zien als het hart zuiver is. En wie God wil zien, zal ook de weg naar God moeten gaan. Die weg moet je dan bewandelen. Anders zul je God niet zien. Dan zou je rein hart moeten hebben en al die andere voorwaarden waarover de Heer spreekt. En dan krijg je de belofte, je zult God zien. Dus als je God wil zien, dan betekent dat, dat is aan het eind van de weg, dan moeten we de weg ook gaan bewandelen. En als je die weg bewandelt, krijg je de belofte, die wordt dan vervuld. God is, zeg het zo eenvoudig in zijn woord. En wij maken het moeilijk, doordat wij het moeilijk vinden om beslissing te nemen. Maar wat is moeilijk? Om de ene Heer te dienen en de andere lief te hebben? Om God lief te hebben of de mammon? Vinden we dat zo moeilijk? Kijk naar het resultaat. Kijk naar het einde. Let op het einde. Dat is wat de Bijbel steeds zegt. Let op het einde. Laten we geen dwazen zijn, maar wijze mensen die wandelen naar de principes van het woord van God.